Hi. Hi. Welkom bij vlog nummer 3 uit Atlanta. Vanmorgen heel vroeg, 6:45, werden we opgehaald bij ons hotel en zijn we naar een businessclub van de Nederlandse Kamer van Koophandel geweest. En ik vond het grappig, want Aniek zei, als ik bij de ober had gehoord, dan was dat gemakkelijker geweest. Het was echt chic en het was niet zomaar chic, maar poepchic. Zelfs in de lift was de marmer aan de muur. Ik heb een croissant gegeten met mes en vork en er was geen haar om over die dacht dat anders kon. Het was echt zo netjes, businessman en het was een soort netwerk van. En we hadden daar een presentatie van Arcades over de Nederlandse mentaliteit die dat invloed zou kunnen hebben hier op het verkeer. Moeilijk te volgen, maar het was wel interessant om te zien en lastig om te mengen bij alle business guys. En vanmiddag zijn we weer naar Wesley Woods geweest. We hebben meegedaan aan een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. En dat was eigenlijk bijna een dagvullend programma. Waarbij ze uitleg kregen over hoe de organisatie werkt, wat er van hun wordt verwacht. Eigenlijk over alle onderdelen die je bij ons eigenlijk bij een arbeidsvoorwaardengesprek zou hebben, werden daar ook in de groep besproken. En misschien is het leuk om te vertellen wat we mee naar huis zouden willen nemen van deze dag, mee naar Nederland. Ik heb vandaag de muziektherapie bij mogen wonen en geweldig. Dus het is meer dan alleen muziek. Dus, en ik zou het zeker inderdaad mee naar huis nemen om te kijken wat mogelijk is. Het is fascinerend om te zien hoe een muziektherapeut wat kan bereiken bij de ouderen. Ja, ik vond het vooral heel bijzonder om te zien dat de verpleegkundigen zo anders zijn ingedeeld, zeg maar. Dat we gisteren ook al wel zeiden, maar ze hebben gewoon echt allemaal verschillende taken. En als je verpleegkundige daar doe je dus eigenlijk helemaal geen zorg, maar ja, echt alleen die dingen. Dus dat heb ik ook vandaag ook veel gehoord en heel veel mensen die heel hard werken, die echt 5 nachten in door de week draaien en dan nu nog hier gaan werken met om het weekend 2 avonddiensten. Dus dat zodat ze hun studie kunnen betalen of hun gezin kunnen onderhouden. En de meeste waren ook maar 6 of 8 weken naar school geweest en waren nu een assistant nurse. Ja, opleiding. Zo heel anders. Ik vind het lastig om te beantwoorden wat ik mee zou nemen. Wat ik wel interessant vond was dat tijdens de introductie de CEO overkwam en iedereen uitlegde hoe waardevol ze waren voor de organisatie. Dat Greg, de administrator, dus de baas van de locatie, meerdere keren per dag even binnenkwam om alleen maar grapjes te maken en laagdrempelig te zijn, maar dat ook echt is. En dat was wel, dat zou ik wel willen meenemen naar Nederland. Ja. Wat ik mee zou willen nemen is, denk ik, dat we het in Nederland best wel goed voor elkaar hebben. Zowel onze zorg in het verpleeghuis als ook de sociale zekerheid. Bijvoorbeeld dat we hier weten als wij een contract ergens hebben en we worden ziek, dat gewoon doorbetaald wordt. Mensen hier en dan vooral het dagenopgeleide mensen moeten heel hard werken. En de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden zijn ook niet altijd zoals wij dat gewend zijn in Nederland. Dus dat is wel heel... Ja, heel bijzonder om dat eigenlijk mee te maken. Hey, harde werkers. Dat is Erik. Ons contactpersoon. We gaan nu naar een jazzcafé om te dineren met een big band. En Erik heeft een big band kenner uit Atlanta uitgenodigd. Dus we zijn erg benieuwd wat we vanavond gaan doen. Ja. Nou, en we zien jullie morgen weer, denk ik. Tot morgen. Bye.